best wel soms pressure van voel. Hallo, wat leuk dat je kijkt naar de tweede video van Vlogmas. In deze video stel ik samen met jullie af naar de feestdagen door elke dag een vlog te posten of een Q&A of een andere leuke video. En in elke video zit ook een giveaway verwerkt. Iets waar ik zelf dol op ben. Een merk of product dat ik al jaren gebruik en wat ik gewoon heel graag met jullie wil delen. Dus als een soort vrolijk kerstcadeautje from me to you. Daarover zo meteen meer. En deze vlog is eigenlijk een verzamelvlog van dingen die de afgelopen 2 weken gebeurden sinds mijn laatste weekvlog. En je ziet daar dingen die plaatsvonden voordat de tweede lockdown werd aangekondigd. Dus als je me in een winkel ziet, dan weet je hoe dat precies zit. De winkels gaan niet speciaal voor mij open. Het is gewoon een tijdje geleden gefilmd allemaal. Dus heel veel plezier met het kijken. En dan nu alvast meteen wat nieuws over de giveaway. In deze video mag ik maar liefst 5 sets weggeven van een van mijn favoriete skincare merken, namelijk Caudalie. Caudalie is een prachtig merk dat ik voor het eerst tegenkwam omdat ik er met Paulien, een Belgische influencer, over sprak in Amerika. Ze had een super mooie, gezonde, glowy huid en ik zei, wat is je geheim? En toen vertelde ze me over het Vino Perfect Serum. Dat is echt wel een soort cult hit van Caudalie. Caudalie is ook een merk dat je bijvoorbeeld veel in Franse pharmacies vindt. Zelfs het collageen wat je in dagcremes ziet is vegan. En dat is iets wat je bijna niet ziet in de beauty-industrie. En waar zij heel committed op zijn. Dus dat is een van de redenen waarom ik fan ben. En je hebt het mij de afgelopen 1,5 jaar regelmatig zien gebruiken. Zowel de Vino Perfect lijn als de roze lijn, de resveratrol lijn, waar dus dat vegan collageen in zit. De verpakkingen zien er heerlijk uit. Alles ruikt heel subtiel en lekker. En nu mag ik jullie dus blij maken met 5 mooie pakketten waar een body butter in zit. Die is heel lekker, een beetje soufflé-achtig. Heel zacht, echt super super lekker. Ruikt ook heerlijk naar druiven en is dus ook helemaal natuurlijk en daarom ook heel zacht voor je huid. En zal niet snel irriteren. Die is echt heerlijk voor de winter. En een hele lekkere handcreme. Wat natuurlijk in deze tijd ook wel goed van pas komt als we de hele dag onze handen aan het wassen zijn. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is even te zorgen dat je mij op YouTube en Instagram volgt. En op 1 van de 2 een comment achterlaten zodat ik je kan terugvinden. De winnaars worden in het begin van het nieuwe jaar bekendgemaakt en blij gemaakt met een mooi pakketje. Morgen heb ik weer een giveaway voor jullie en een nieuwe video. En dan nu de rest van de vlog. Good morning! Ik begin aan een nieuwe weekvlog, een beetje op een random moment, midden in de week. Maar ik weet eigenlijk niet meer waarom. Volgens mij was ik vergeten te filmen de afgelopen dagen. En dan maar gewoon een keer op woensdag. Ik ben nu lekker thuis even aan het werk. Dan kan ik me altijd goed concentreren. En ik vind het ook wel heel fijn om gewoon zoveel mogelijk thuis te werken als ik kan. En contacten daarin te beperken en ook kan ik me dan gewoon lekker concentreren. Dus ik zit hier op de bank in een hele lekkere trui en zo meteen ga ik naar kantoor waar we iets gaan opnemen voor een leuk project in samenwerking met een goed doel. Daarover zo meteen meer. En het wordt een week denk ik met veel werken, een aantal projecten afronden voor het einde van het jaar en eigenlijk ben ik mentaal gewoon inderdaad echt naar die feestdagen aan het toewerken. Ik heb heel veel zin in 2 weken even rust, lekker alles uitzetten. Misschien ga ik wel gewoon een week helemaal van social media af. Maar daarvoor ga ik nog heel veel lekker filmen en vloggen en uploaden. Zodat iedereen ook iets te kijken heeft als hij thuis zit en zich verveelt en op de bank ligt in chillpakken. Dus dat komt er allemaal nog aan. En ik zal jullie zoveel mogelijk meenemen in alles waar ik me mee bezighoud en ook wat meer laten zien over het huis de komende tijd. Want dat moet wel echt prioriteit nummer 1 worden nu, na de pop-up en na al het racen met atelier moeten we daar natuurlijk ook wel echt even voor aan de bak. Dus dat zal ik ook allemaal lekker filmen. Hallo, hallo. Jordi en ik zijn in Zaandam op een monsterterrein met allemaal interieurwinkels. We gaan nu op zoek naar een bad. Deze mooie soffietjes van Apple Living. Ja.
hier ga ik ook nog steeds wel heel lekker op. Jordi doet iemand na uit Kijkers onder Kopen. We zijn net Lotus 5 in geweest waar ze geen baden hadden, maar wel hele lekkere spullen. En nu gaan we een andere Sani Sale winkel in. Kijkers, kopen zonder kijken. Oh ja, ook leuk. Oh nee. Tintjes. Dit hoekje. Heerlijk. Holidays. Met, jij pakt gewoon al je oren. Ijsap! Oh, wat zie je er leuk uit in het roze. Lekker bankske. Een hele goedemorgen. Ik ben in het appartement van Made.com, wat ook wel echt Life Goals is, dubbel en dwars deluxe, holy shit. Ze hebben gewoon een appartement boven hun winkel en ik weet niet waar het precies voor is. Ik denk vooral voor shoots, maar waarschijnlijk ook collectielanceringen en dat soort dingen. En dat kun je dus huren om onder andere te shooten, wat wij vandaag doen. En ik ben helemaal obsessed. Ik ben gewoon zo into interieur deze dagen en ik wil gewoon elke dag zo graag het huis in. Ik kijk alleen nog maar programma's over huizen. Oh, maar het gaat echt nog best wel lang duren. Waarschijnlijk krijgen we half of eind februari de sleutel en dan moeten we echt nog wel 3 maanden aan de bak, denk ik. Want het is gewoon een betonblok wat helemaal nieuw is en dan moet alles nog gebeuren. En ik begin nu wel een beetje te stressen, maar ja, dat hoort er gewoon bij. Ooit zitten we erin. Maar dit is wel heel leuk om te zien. En Evie heeft ook net een nieuw huis, huurhuisje, heel mooi gevonden. Dus ik zit heel veel dingen naar haar door te sturen, dus dat is wel heel leuk. Vandaag zijn we voor Atelier een aantal holiday, festive looks aan het shooten. Ik vond het heel leuk als je op de Instagram komt, iets voor de holidays, dat het dan echt voelt alsof je samen met ons het jaar afsluit en het viert. En dat er even iets nieuws te zien is, dat je echt denkt... Wauw, dit is vet. En niet gewoon weer ik, maar dan in een glitterjurk met een atelier vast. We wilden echt een soort mini campagne moment bijna doen. Dus daarvoor hebben we Sabrina nu op de fotografie gezet. Die gaat foto's maken vandaag. Een lieve vriendin die ook super goed kan fotograferen en een eigen merk heeft. En Jasmijn die gaat daar waanzinnige collages van maken. Daar ben ik echt al sinds dag 1 van... Atelier, ik ben super fan van haar ook als persoon en nu hebben we haar ingehuurd om daar iets heel moois van te maken. Dus dat zijn echt wel hele, hele leuke dingen waar ik zelf heel blij van word en die er gewoon heel creatief uitkomen, hoop ik. Dus dat zijn we vandaag aan het doen. Ik vind het altijd wel hectisch zo'n dag en ik leg mezelf altijd veel druk op. Ik vind bijvoorbeeld de styling nog niet goed genoeg, want ik heb het eigenlijk heel snel voorbereid. Ik voel pressure omdat ik op de foto moet. Ik heb het idee dat ik de beelden heel erg moet checken of alles hebben. Of iedereen zich goed voelt of als ze goed gaat op de set. Terwijl ja, die dingen leg ik mezelf ook op. Maar dit zijn eigenlijk hele leuke dingen waar ik ook best wel soms pressure van voel. Dus dat is ook een goede oefening voor mij voor het nieuwe jaar, denk ik. Om dat meer los te laten en uit te besteden. Het gaat helemaal goed hier. Ik heb weer een sparkly glitteroog op. Dit vind ik zo leuk. Ook eigenlijk wel voor everyday. Niet met zo'n trui, maar... We hebben denk ik al 4 looks, dus nu gaan we heel even snel wat lunchen en de beelden alvast inladen. Ik laat jullie wel even zien hoe het er alvast uitziet. Mantel. Ja, het is koud. Mantel. Het is koud. Mand. Hoort haar. Alleen is wel.
We zitten foto's te selecteren met een lekkere tractatie. Hoe lang hebben wij het al over een Kim McDonald's bestellen op kantoor? Niet normaal. Hallo allemaal. We zijn op kantoor en tot en met de feestdagen werken we eigenlijk vooral thuis. Dus we dachten, we sluiten het jaar af met een klein kerstborreltje, snackjes en dat soort dingen in een heel klein gezelschap. Om even dit jaar feestelijk met elkaar tot een mooi einde te brengen. Hey Jors. Hallo. En hoewel ik soms, dit is voor jullie allebei, jullie verloren dochter lijkt zonder interieur. Ik waardeer het mega wat jullie allemaal voor mij doen. Inmiddels zijn we weer thuis en volgens mij ben ik mijn vlogcamera vergeten, dus even met mijn telefoon. Ik heb een lekker futuristisch parelmoerachtig glow mask op. En Jordi wil hetzelfde wel. Hey. We zitten nog een beetje te werken en dan gaan we slapen. Ik ben helemaal kapot. Wat jullie niet weten of misschien wel, is dat ik Jordi heel vaak een spaatje geef. Ga ik lekker zijn gezichtje insmeren met crèmes, serums, rollen met een... sorry, ik ben echt helemaal brain dead. Met zo'n stenen rollertje en op zijn slaapjes masseren. En doe ik ook spa-muziek op met pingeltjes en fonteingeluiden en watervallen en dat soort dingen. Helemaal zin in. Dan ga ik ook fluisteren. Gaan we het doen? In whisper voice? Nee, nu doe ik het. Nee. Ah, oh, lekker spatje. Lekker spatje. Oh, daar heb ik zin in. Wat kan het vies redden? Oeh, spatje. Nee, je krijgt van het weekend denk ik wel spatje. Lekker. Nu krijg je even een glow mask. Glow mask. Ja. Dit is het maskertje. Of spatje. Ziet er heel mooi uit. Ziet er echt zo'n paramour langs in. pretty. Girl! Heerlijk. Oh ja, nu zie je ook dat effect goed. Oké, dit moeten we nu een kwartier laten intrekken. Ik kan niet wachten. Ready to glow. Hallo, hallo. Ik ben op kantoor met Jordi en we zijn nog even de laatste puntjes op de i aan het zetten. Vandaag worden de nieuwe producten en eigenlijk ook de hele huidige collectie van Atelier gefotografeerd. Ik dacht altijd, je pakt een wit vel en je zet er een camera op en je hebt mooie productfoto's. Maar dat is toch wel echt een specialisatie. En het toeval wil dat onze overbuurman op kantoor productfotograaf is. Die zit daar ook gewoon nu in zijn eentje lekker te werken. Daar hebben we alles aan toegebracht en die is nu mooie foto's aan het maken. Dus dan kunnen we helemaal fris met een geüpdate website het nieuwe jaar in. En dat is wel een heel goed gevoel. Je gaat toch altijd van die lekkere afrondende dingen doen. En wat ook wel leuk is, is dat Leila net langs is geweest en die heeft een kerstpakket gebracht. Dus die ga ik even uitpakken. Op de achtergrond hoor je iets knisperen en dat is niet Jordi die paprika chips eet. Maar iets heel gezelligs, wat ik jullie zo meteen laat zien. Echt, ik heb nog nooit zoiets kerstigs meegemaakt in mijn leven. Kerstpakketten geven mij ook zoveel nostalgie. Ik word er echt meteen helemaal gelukkig van. Er zitten hier allemaal hele leuke dingen in. Oh my god. Een hele mooie kaars zie ik hier al. Amazing. Dit is ook zo top.
om in je drankjes te doen en in je thee en een kopje te maken. Oh, nice. Paulus Choice. Heel, heel leuk. Er is dus hier iets achter mij waar ik helemaal obsessed mee ben. En de meiden van kantoor ook en Jordi ook. Echt heel nerdig. Ik weet niet of iemand dit cool zal vinden behalve wij. We hebben een haardvuur. Hij maakt zelfs knispergeluiden. Echt ongelooflijk. Dit is onze nieuwe televisie die meegaat naar het nieuwe huis. Maar voor nu past die perfect op het dressoir. Ik zit helemaal in de Sony-familie, net als mijn vlogcameraatje. Is deze Amigo er ook van. En we zijn er heel blij mee, zoals je kunt zien. Heerlijk, ik voel de warmte al. Ik denk dat er nu ook wel veel Love Island, Bachelor en dat soort dingen op kantoor gekeken gaan worden. Dus ik weet niet wat dat gaat doen voor mijn productiviteit. Maar wel voor mijn levensgeluk in ieder geval goede dingen.